Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. En dit is misschien wel een video waar heel veel mensen op hebben gewacht. Het is namelijk een samenwerking tussen Enzo Knol en Stuk TV. En dat ging voorheen nooit samen. Maar vandaag, oeh, die explosie was echt vet hè, hier Stuk TV, Enzo. Normaal gesproken was dat een explosie van gewoon plus min, ging niet samen. Maar we hebben de squash gebeefd. Of wacht, we hebben de beef gesquashed. Dus nu gaan we weer samen. Kijk, oh, vrienden. Nou, vrienden, kan ook te ver gaan. Laten we eerst maar de ruzie uitvechten met een lekker potje jachtseizoen. Voor de mensen die de aflevering nog niet hebben gezien, je kan hem natuurlijk kijken op het kanaal van Stuk TV. Linkje daarvoor staat in de beschrijving. Maar de video ga ik hier ook bekijken op mijn kanaal en ik ga daarop reageren. Dus als je hem wilt zien met reactie van mij, blijf dan vooral kijken. Doe even een blauw duimpje omhoog als je hier al heel erg lang op zat te wachten. En laten we er gewoon meteen in duiken. Dit is de grootste YouTube battle van het land. Hey, Stuk TV, later! Dat ga je echt mij waarschijnlijk veel horen zeggen in deze aflevering. Wow. Kijk, ik weet natuurlijk de uitslag al. De opnames waren 8 september. Dit is het moment waar ik even ga checken of het wel 8 september echt was. 10 september, kijk, dat bedoel ik. 10 september waren de opnames. En ik heb mijn mond gehouden tegen iedereen wat de uitslag was. En ik hoop dat ik nu nog steeds een goed genoeg pokerface heb, zodat jullie het nog steeds niet doorhebben. Dus laten we gewoon verder gaan kijken. Zo, het is aan. Dit is Knolflower. Ik voel me heerlijk. Hij gaat de auto in. Deur dicht, je moet deur dicht doen. Kijk hem stoer kijken altijd, hè, die Giel. Stefan. Giel, Thomas en Stefan openen iedere week de jacht op een nieuwe uitdager. Jachtseizoen, let's go! Het fucking niet bij, gasten! Stoppen, 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 stoppen! Wie blijft er uit handen van Stuk TV? Let's fucking go! Ja! Dit is het jachtseizoen. Zien jullie wel hoe ongelooflijk vrolijk ik het boevenbord vasthoud? Kijk nou hoe blij ik ben. Je hebt gewoon van allemaal kandidaten heb je gewoon boos, boos, stoer, cool, boos, stoer. En dan heb je mij zo... Vet. Vette locatie was dit. Een heel vet fort. Zo, zo, zo. Enzo Knol. Eindelijk durf je tegen ons op te nemen. Yep. Ja, jullie hadden meer abonnees nodig, dus hier zit ik. Oh! Hij doet het gewoon hoor. Hij gooit gewoon de dis erin. Oeh, Giel. Die doet pijn hè? Luister, wij openen zo meteen de deuren van jouw cel. En dan mag jij een pogingje wagen om te gaan ontsnappen. Imiteer je nou je eigen... Oh my god, hij doet het weer, dames en heren. Weet je wat het leuke is? Een fun fact aan deze opnames is dat we hebben dit een aantal keren gedaan, deze scène. En op het begin waren we eigenlijk wat te lief voor elkaar. En toen zei de productie ook van... Kom op, het moet meer een clash zijn. Het moet meer gewoon Stuk TV en zo. Boom, weet je wel, explosie. Dit moet echt een knaller worden. Dus toen had ik wat dingetjes bedacht en toen gooide ik dit. En toen dacht ik, kinderachtig, maar wel grappig. Ik krijg van ons 20 minuten voorsprong. En daarna komen wij direct in actie. Ook krijg je een GPS-tracker mee die elke 10 minuten jouw locatie doorstuurt. Lukt het jou om 4 uur lang uit onze handen te blijven? Dan staken wij de jacht en ben je op vrije voeten. Dames en heren, 4 uur. Elke dag om 4 uur een nieuwe vlog. Zorg dat je niks mist op Enzo Knol. Abonneer hier beneden. Nee, wat ik wou zeggen is, 4 uur is lang, dames en heren. Om 4 uur uit de handen te blijven van iemand. Of van, laat ik zeggen, Stuk TV. 3 personen met allemaal middelen zoals een bus, een drone, heel veel contacten. Ondertussen weet volgens mij heel Nederland dat als je in een oranje pak loopt, dat je meedoet aan jachtseizoen. Dus dat speelt natuurlijk ook nog een rol. En daarom is het extra moeilijk om uit handen te blijven. Maar goed. Laten we verder kijken. Maar lukt dat niet en we pakken je, dan ga je meteen terug de set. Het is echt een goede presenteerster. Moet je meer mee doen. Is dat duidelijk? Tuurlijk. Helder. Ik heb het gehoord. Stefan. Ja? Wil jij dit ventje Enzo Knol even terugbrengen naar zijn cel? Heel graag. En zodra we op deze knop drukken, start het spel. Top. Dag, Enzo. Opstaan. Vamos. Kunnen we hem niet gewoon laten zitten? Nee, die hebben we zo te pakken. We trappen dit jachtseizoen af met een strijd die geschiedenis zal schrijven.
Favoriet kledingstuk, een Speedo. Nou, oké. Okay. Ik ben benieuwd of we die nog terug gaan zien tijdens het jachtseizoen. Het is Team Stuk versus Enzo Knol. Alweer zo vrolijk. Oh, ik heb net een pixel op mijn glimlach. Kijk, dat is beter. Nou, dit lukt me niet. Kijk, dit is iets beter. Weer zo'n glimlach op mijn gezicht, hè, met dat wanted board. Ik was zo vrolijk gewoon. Het is Team Stuk versus Enzo Knol. Twee zwaargewichten van YouTube nemen het eindelijk tegen elkaar op in het jachtveld. Moesten ze dat beeld nou echt gebruiken van mijn Speedo? Knolpower heeft Enzo jarenlang aan de top van YouTube weten te houden. Maar is die krachtig genoeg om vandaag op vrije voeten te blijven? We starten vanuit Fort Maarseveen, een kazerne gebouwd in 1881. Zal het de bekroonde koning van de vlogs lukken om na de ontsnapping uit zijn cel 4 uur lang uit handen te blijven van Team Stuk? Dit is de grootste YouTube battle van het land. FC Barcelona, Real Madrid, Nederland, Duitsland, Rico Verhoeven, Badder. En eerlijk is eerlijk, we moeten hem vandaag gaan pakken. De strijd is wel echt aan. We zitten veel te lollen, maar het is ook serieus. Jongens, het niveau is hier. Ik kan er niet eens bij. We moeten winnen vandaag. Echt. En zij willen me gewoon pakken. De motivatie is super hoog. En ik denk ook onder de fans, onder de kijkers. Enzo staat op scherp. Maar dat Enzo staat op scherp. Kijk hoe ik erbij lig. Wat ben ik aan het doen? Ik kan me dit helemaal niet meer herinneren. Neem niet dat hij constant op zijn hoede moet blijven. Want de GPS-tracker die hij draagt stuurt iedere 10 minuten zijn locatie door naar zijn achtervolgers. Team Stuk. Zij mogen na 20 minuten de jacht openen. In een snelle bus, vol high-tech equipment, communicatiemiddelen en ook dit jaar een drone. Zo, vette move, Giel. Huts! En die drone gaat omhoog. Huts! Ja, kijk er nog even naar. Oh, hey! En ook dit jaar een drone. Enzo beschikt over niets en heeft geen geld of telefoon op zak. Hij heeft wel de gelegenheid om maximaal 2 helpers van tevoren te instrueren. Ik heb zeg maar een plannetje bedacht en ik heb 1 iemand in gedachten. En die heeft heel veel middelen. Beginnen in Maarseveen. Waar kan hij heen gaan? Hij heeft op zich best een goede plek. Hij zit heel dicht bij Utrecht, zit heel dicht bij Hilversum, bij Amsterdam, bij IJsselmeer. Hij kan letterlijk elke kant op. Letterlijk. Ik denk dat ik een hele goede strategie heb. Ik ga in ieder geval als eerste ontsnappen met mijn eigen auto. Enzo beschikt natuurlijk over een van de dikste auto's ter wereld. Dat is een eerste vervoersmiddel. Ik wil zeg maar vluchten in stijl. Vluchten in stijl, dames en heren. Ik heb een Lamborghini Urus. Holy shit, Enzo, heb je die gekocht? Wat? Ik krijg gewoon elke keer weer kippenvel als ik gewoon besef dat dat mijn auto is. En natuurlijk moest ik die gebruiken voor deze aflevering. Ik bedoel, de snelste SUV ter wereld. Come on, die moest ik inzetten. Dus die gaan jullie voorbij zien komen. Ik wil zeg maar vlucht in stijl. Ik denk dat je dat zo wel kan noemen. Ja, vlucht in stijl. Ja, dat ga ik doen. De YouTube-koning mag dan wel eerste klas willen vluchten. Ook hij moet zich aan een aantal regels houden. Hij mag nergens naar binnen gaan, met uitzondering van openbare gebouwen. En hij mag niet langer dan 20 minuten achter elkaar in hetzelfde voertuig zitten. Team Stuk TV, maak je borst maar nat, strategisch, maar met een glimlach, de dikke vette piece. Knolpower neem ik met me mee en ik ga knallen vandaag. Ik laat het liefst Enzo Knol in zijn cel zitten, maar dat hoort niet bij het spel. We gaan hem bevrijden, daar gaan we. Let's go. Yo, ik wil niet de actie verpesten. Dat doe ik wel een beetje. Maar wat? Ik weet nog wel dat ik... ik wil niet zeggen verveling of zo. Maar sommige dingen duurden eventjes. En ja, dan heb ik niet echt concentratie. En toen ging ik dingen doen als dit. Dat weet ik nog wel. En daarom waarschijnlijk ook dat ik op de grond lag met die handboeien te prutsen. Het duurde gewoon weer te lang. Oké, daar gaan we. Let's go! Oké. Team Knolpower! Enzo Knol is ontsnapt. En daarmee is het jachtseizoen geopend. We gaan het pontje pakken. Ik voel me gespannen. Ik ben zenuwachtig. Maar ik heb er zoveel zin in. Het is natuurlijk wel 3-1, niet te vergeten. Maar ik zal laten zien hoe sterk Knolpower ook kan zijn. Poeh! Oké, we zijn er. Kijk eens aan. Zoals afgesproken staat zijn eigen bolide al voor hem klaar. Woehoe! Met daarin zijn eerste helper. Let's go. Myron, zijn manager. Laat het maar houden op zijn manager. De plan. Een man die heel veel middelen heeft. Shahid, bel Shahid. Shahid is een... Wow! Wat is er? Wow, wacht even. Myron, stop hier. Nee. Oh my god. Ik ging meteen al stoppen. En waarom ging ik meteen al stoppen? Jullie kunnen kiezen. A. Ik zag een hele dikke auto.
en daar wilde ik graag even naar kijken. B. Ik kwam een bekende tegen die ik graag even gedag wilde zeggen. C. Ik zag een dikke chandeer. Poh. Dat klopt. Het is... Poh, moeder Sam King. Dikke chandeer. Ja hoor. Dat is een mooie trekker. Ja, daar moest ik even bij stilstaan. Oké, let's go, let's go. Yo, yo, Sjeet, hoor je mij? Ja. Je moet me helpen. Ik doe mee aan jachtseizoen Stuk TV. Ik ben in het oranje. Ik zit nu in de eerste lift. Waar moet ik heen komen? Ik kom naar het carpoolplek Blaricum. Je kunt hier sturen, anders even locatie. Dan weet je waar je zit. Oké, is goed. Ik stuur met Marvin's telefoon locatie. Kijk, dit is top. Dit is top. Sjeet is een persoon die schikt over een paar mooie middelen. 1 auto, 2 auto, 3 auto's heeft hij. Hij heeft een boot. Tja, als YouTube-magnaat kan hij rekenen op vrienden van niveau. Ik ben de enige persoon die meer abonnees heeft dan Stuk TV. Ja, sorry, maar dat is wel zo. En dat wil ik graag zo houden. Maar als boef kun je beter je hoofd koel houden. Oh, dit is een vrachtwagen. Dit is niet chill, dit is niet chill. De eerste 10 minuten zijn voorbij. En dat betekent dat de GPS-tracker die Enzo draagt zijn locatie naar Team Stuk verstuurt. Hij zit in Maartensdijk richting de snelweg A27 boven Utrecht. Ik kan echt niet wachten. Ik wil deze vent zo graag pakken. Geen knolpower, maar stukpower. Team Stuk, jongens. Kom op, we kunnen er. De boys zijn niet te houden, maar zullen nog 10 minuten moeten wachten voordat ze de jacht mogen openen op hun rivaal. Gelukkig legt onze vlogger ook de mindere kanten van zijn vlucht vast. Ik weet nog wel dat Myron echt zwaar geïrriteerd was om die vrachtwagen. Want je hebt de snelste SUV ter wereld. En je zit achter een freaking vrachtwagen. En ik was gewoon aan het genieten. Zoals je ziet, dakraampje open, even lekker chillen, mooie shots maken. Ik bedoel, ik wil een vette aflevering neerzetten. En Myron die was alleen maar toeteren. Kom nou, nou, ik wil er langs. Wel super lief hoe mijn manager gewoon aan het pushen was en gewoon, boom, wilde helpen. Kom op Myron, go, go, go. We zitten bijna op de snelweg. Gas erop. Het begint nu pas te realiseren eigenlijk. Het begint nu pas bij me door te dringen dat ik gewoon meedoe aan jachtseizoen. 3, 2, 1. Oké, Stuk TV de locatie gekregen. De 20 minuten voorsprong voor Enzo Knol zitten erop. En Team Stuk mag beginnen aan de eerste 3, jacht van dit jachtseizoen. 1, 2, 1. We zijn weer begonnen. Pop die champagne, paal. We hebben een locatie, jongens. En hij zit A27. Hij gaat richting Almere. Oké. Okay. Hij is echt gas aan het geven. Hij is echt gas aan het geven. Vanaf nu moet Enzo op zijn hoede zijn. En gelukkig heeft zijn helper het gaspedaal weer gevonden. En levert hem op tijd af op de afgesproken locatie voor zijn tweede lift. Perfect getimed. Oké. Eerste carpoolplek. Daar sta ik. Shahid die kan er als goed is elk moment aankomen. Oh, ik hoor hem. Yes! Hoppakee! Lekker man! Woe! Zo, maar dit is toch een mooi voertuig om gewoon in te ontsnappen. Je moet de gas geven, man. Je moet er binnen. Yes! Welkom! Oké, waar moeten we heen? Want waar ligt jouw boot? Bij de Emo van Almere. Oké, Almere. Ja, ik heb Hilco, moet je ook even bellen nog? Ja? Hilco! Yo, Hilco! We gaan nu naar Shahid's boot, maar als jij ook komt, dan hebben we 2 boten. Neem onze waterscooter ook mee, Hilco. Ja. Boom. Dames en heren, ik wilde iets seks neerzetten en ik wist gewoon... En ik was echt nog maar net bevriend met Shahid. En ik wist gewoon, hey, als er iemand is die in de buurt woont van het fort waar ik van moest ontsnappen, dan is het Shahid. Die heeft gewoon zoveel mensen in de buurt daar met allemaal echt gewoon freaking waterscooters, boten, snelle auto's. En ik mocht maar 20 minuten per voertuig gebruik maken. Maar ja, als ik alleen Shahid al ken met 3 voertuig of auto's. En dan ook nog eens een boot. Een waterscooter. Ik bedoel, tel al die 20 minuten bij elkaar op. Hé, we hebben toch al aardig wat tijd waar je kan ontsnappen. Dus dat was een beetje mijn tactiek op het begin. Kom ja, eraan, ja? Ja? Pas nu, hè? Gelijk! In 20 minuten mag je in deze auto zitten. 20 minuten. Oh, cruise control. Enzo Knol mag deze aflevering gewoon niet winnen. Nee. Laat hem een bedje leggen voor 100 piek. 100 piek? 100 piek. Ik denk dat we hem niet pakken. Oké, okay, ik denk dat we hem wel pakken. Ik denk dat we hem wel gaan pakken. Ja. Ik wil hem gewoon pakken, jongens. Ja. Het is... Oh, dames en heren, wat denken jullie? Gaan ze mij pakken of gaan ze me niet pakken? Oh! Er staat 100 euro op het spel. Ik heb het nu gehoord. Wist natuurlijk niet dat ze dat hadden gezegd. 100 euro.
Oké. Ik wil hem wel gaan pakken. Ja. Ik wil hem gewoon pakken, jongen. Ja. Het is gewoon, ik ken het woord nee, ken ik niet. Maar dit is een slimme jongen, hoor. Nee, Enzo is hartstikke slim. En als hij nu meedoet aan het jachtseizoen, dan heeft hij dus 5 jaar de tijd gekregen om te denken wat zijn tactiek zal zijn. Ja, en jullie hebben 5 jaar lang de kans gekregen om na te denken over hoe je Enzo Knol moet pakken. Dus gas erop. Hey, Stuk TV, later! Want hoe lang is het nog naar jouw boot? 5 minuten denk ik. Ja, want het is handig als ze niet een locatie hebben waar wij met de boot gaan. Zullen we hier wachten dan? Ja, dat denk ik wel. Kan je niet hier zo voor een grappig klein stukje naar links? Ja, we gaan naar dit huis. Gewoon op het terrein. Ja. 3, 2, 1, pliep, pliep, pliep. Oké, ze hebben een locatie. Go. Lekker! Jongens, we krijgen weer een nieuwe locatie. En hij zit in Zeewolde. Zeewolde. Richting Zeewolde is hij aan het rijden. Dit is een hele rare locatie. Gaat hij een boot pakken? Hij gaat naar het water, jongens, dus hij heeft sowieso iets geregeld. Onze vlogger moet van goede huizen komen. Het zal niet makkelijk zijn om zijn inmiddels zeer ervaren achtervolgers om de tuin te leiden. Over precies 7 minuten krijgen ze een nieuwe locatie door en dan wil ik eigenlijk al op het water zitten. De boys hebben het vermoeden dat Enzo te water gaat en twijfelen geen moment om versterking te regelen. Hebben jullie vandaag iets op de planning staan met een boot, namelijk voor Enzo Knol? Nee, op het moment niets op de planning staan. Oeh, niets op de planning. Oh, ik vind het zo spannend, Mocht het nou zo zijn dat ik zo meteen een boot nodig moet hebben, kunnen jullie ons helpen om achter Enzo Knol aan te gaan? Oké, ik zal even overleggen voor je, oké? Ja, dit is vooruitdenken. Dit is vooruitdenken. Zo moeten we dit hele seizoen nog wel aan de bak gaan, jongens. Dit is lekker, Giel. Onze achtervolgers zijn op dreef. Inmiddels komt de boef aan bij de haven om zijn vlucht over een andere boeg te gooien. Toch handig, zulke vrienden. Oh my god, check dat. Help nou! Hoppakee. Ik voel me vrij. Ik heb nu gewoon 1, 2 boten en 1 waterscooter. En ik mag maar 20 minuten per voertuig. Dus ik zie hier gewoon een uur aan materiaal liggen wat we kunnen gaan gebruiken. Zal ik anders even lekker het water ingaan? Gaan we even wakeboarden houden. Yeah, dude! Boom! Oh shit, wakeboarden! Ja, ik had zoiets in mijn hoofd van, als ik ga ontsnappen van Stuk TV, dan wil ik gewoon gruwelijke dingen doen. Dingen waarvan mensen zouden denken van, oh my god, Enzo, je gaat toch niet serieus nu in deze situatie, met alles wat op het spel staat, chillen? Of überhaupt gewoon wakeboarden in dit geval? Ik dacht, nou, let maar eens even op. Jongens, ik word gebeld. Hallo, je spreekt met Giel de Winter, jachtseizoen. We hadden geen reservering voor Enzo Knol in weg staan, maar hij vaart nu net de haven uit. En we kunnen een boot voor je klaarleggen. Als... Hij vaart net de haven uit! Holy shit! Okay. Waar gaat hij heen? Maar waar gaat hij heen? Hij gaat richting de Nijkerkersluis. Stop dit! Met 3 boten? Ja, 2 boten en een waterscooter. Wauw, ik wist dit niet. Ik ben gewoon gesnitcht. Gewoon keihard. Yo, ik ga nooit meer naar die waterclubsport daar zo. Ze hebben me gewoon keihard genaaid. Maar dat is het. Ik bedoel, ik kan genaaid worden als ontsnapper. Maar Stuk TV kan ook genaaid worden door een misleiding. Het hangt er gewoon vanaf. Wat ben je? Team Stuk TV of Team Enzo Knol? Dat is de keuze. Even kijken. Wat? Kunnen wij hem bijhouden, denk je? Ja, denk ik wel. Oké, keihard. We komen er nu aan. Deze gozer is voor ons echt een held, ouwe. Leg gewoon een boot klaar, dankjewel. Lekker, jongens. Over 23 seconden krijgen ze de locatie dat ik die kant op ga. Maar als de locatie dan is gestuurd, ga ik de andere kant weer op. 3, 2, 1. Ja, stop. Oké, we kunnen weer terug. We moeten er zo wachten, deze eerstvolgende afslag. To, ik wil dat we niet opvallen met die bus. Nee. We hebben een hartstikke mooie bus, valt natuurlijk mega op. Maar hij vaart toch niet weg. Enzo wil ons zien. Het water is net zo koud als bij Giel. Oh, komt hij weer terug? Wat een leuke grap. Bij Giel. Stuk TV, ik ga wakeboarden. Later! Oh! Dit was zo vet om te doen. Heel leuk. Oh, dikke slow motion. Die waterscooter was ook lijp. Ik zie daar een paar boten hard gaan. Hier staat hij. Hier staat hij, joh. Hier rechts. Hier rijdt hij. Hey. Hij zat mee boorden. Hij staat op een wakeboard! We gaan het water op. Ja. Kijk, er gaat ook een jetski achter, ja. Gek. Ja, okay. En nog een speedboat. Hoe fucking bij de hand. Holy shit. Terwijl Enzo denkt dat hij on top of the world staat, zit Team Stuk hem op de hielen.
Onze boef had niet verwacht zijn achtervolgers nu al te kruisen. Oh my god, ik wist niet dat die val op beeld stond. Maar zagen jullie eventjes hoe hard ik viel? Ik serieus, ik was helemaal lichtjes in mijn hoofd. Ik zag kleuren helemaal anders. Een soort olievlekken. Ik maakte een smakkerd. Dat was niet normaal. Dat kwam omdat de adrenaline ging door me heen. Ik zag stuk tv. De bedoeling was inderdaad dat als ze lang zouden komen, dat ik gewoon leuk zou zwaaien. Dat was gelukt. Dus ik zat zo in een adrenaline kick dat ik gewoon op een gegeven moment mijn kracht verloor. En daardoor gewoon in één keer, bam, een smakkerd maakte. Wow, ik wist niet dat ze die film hadden. Kijk hier. Bam! Vol met mijn hoofd. Ja, die was echt pijnlijk, kan ik jullie vertellen. En het water was ook echt koud. Op de hielen. Onze boef had niet verwacht zijn achtervolgers nu al te kruisen. Je zag ze gewoon daar langs gaan, hè? Ja. Daar gaan we ze gewoon tegemoet. De boys maken gelukkig ook snel nieuwe vrienden. Die direct een boot voor hen hebben geprept om de achtervolging voor te zetten. Let's fucking go! Hij een boot, wij een boot. Enzo, het is aan. Hier zijn bazen. Yes! Enzo, dit had je niet verwacht dat wij zo snel een boot zouden regelen. Ja, ik was het vlucht eigenlijk alweer vergeten. Ik was alleen maar lol aan het maken. En de waterscooter gaat nu even polshoogte neemt er verder op. Kijken of het stuk tv is of misschien de waterpolitie. Ik heb geen idee. Dat is het niet. Fuck you! Daarachter liggen ze. Oh, hier is het Enzo. Hier is het Enzo. Oh, hij zit op die boot. Ik moet gaan. Dit was zo spannend. Dit was zo spannend. Zo! De waterscooter, de waterscooter. Holy shit, man! Ik ben zijk nat! Giel was helemaal doorweekt. Dit is zo spannend! Ik dacht dat die van jou was. Snel was! Enzo's boten zijn veel sneller dan die van Giel. Op de waterscooter! Ja, hij gaat op de jetski! Hier viel ik bijna van die waterscooter af. Ik ging van de steiger een sprong maken naar die waterscooter. En wij zagen Giel al aankomen, want we moesten wisselen. En toen sprong ik bijna gewoon verkeerd. En kwam ik keihard met mijn scheen tegen een harde rand van die waterscooter. En dan heb ik echt een zieke blauwe plek en een schaafwond aan overgehouden. Maar op dat moment, ik zat zo in de adrenaline. Ik dacht, ik moet gewoon weg hier. Ik moet ontsnappen. Ik dacht, ik heb een boze Giel achter me aan die net nat is gemaakt door die waterscooter. En als ik die waterscooter niet had, dan was ik misschien wel gepakt. Hey. Kijk dit. Fuck you, Enzo! Later! Hier draait. Het lukt Giel niet om Enzo op het water bij te houden. Dit voelde en zo goed. Af naar de bus. Dat is niet normaal. Hij is helemaal nat. Kijk. Ik ben zeiknat. Luister, hij had een jetski, hij had een boot. Er stonden twee Lambo's die stonden hier klaar. Hij is op de jetski gesprongen en die twee Lambo's zijn ergens naartoe gereden. Ik denk aan de andere kant namelijk, dus daar moeten wij snel maar naartoe. Dit was zo mooi. Yes, top. Yeah. Hey, heel erg bedankt, maat. Holy shit. Zo, Giel was zo dichtbij. Ik denk echt gewoon 5 meter. We gingen gewoon langs elkaar. Dat was niet normaal. Dit is knolpower. Dit is actie. Dit is power. Oh, we hebben een nieuwe locatie. Dan kunnen we checken. Ja, zie je? Daar is hij natuurlijk. Hij is aan de overkant. Hij is aan de overkant. Erop. Hoe lang is dat rijden? 6 minuten, ouwe. Oké, dit is top. Maar heeft hij niet veel voorsprong. Terwijl Enzo na een korte break wederom in een veel te snelle bolide stapt. Zagen jullie met wat ik in die Lamborghini stapte? Dit was zo grappig. Toen ik uit het water kwam van die waterscooter, toen ging dat trappetje omhoog. En toen stond daar een soort, hoe noem je dat? Een wagen? Een snackbar tent? Een snackbar wagen? Na een korte break wederom in een... En daar had ik dus een frikandel speciaal gehaald met een flesje energy drink. Ik was zo bij de hand. Ik zat helemaal in mijn element. Ik dacht, stuk 2. Oh, ik ga gewoon een frikandel speciaal bestellen. Ik ga lekker een flesje drinken bestellen. Ik ben gewoon, ja, ik weet niet. Het leek me gewoon leuk. Veel te snelle bolide stapt, is het eerste uur van zijn ontsnapping voorbij. En krijgt hij op zijn smartwatch te zien wat de afstand is tot Team Stuk. 1 kilometer, dat is niet ver. 1 kilometer. Hier bij die snackkraan, dat is een soort van hier zo, is de laatste locatie. Hey, dan is hij waarschijnlijk hier deze haven eruit gegaan. Terwijl de boys proberen het spoor op te pakken, waant Enzo zich veilig als hij wordt afgezet bij het huis van zijn helper. Zo, ik moet even bijkomen hoor. Misschien ben ik een beetje bleek. Zo. Hoi.
Yes! Met tijd. 13 minuten rijden. 13 minuten rijden. Ah nee! De brug gaat open! Samen. We hebben altijd pech met die kutbruggen! We kunnen torren! Torren is draaien. Dit kost tijd. Ja, laten we torren. Ja, nu kan... ja, maar dit is fucked up ook, man. Ja, boys, terwijl jullie torren, gaat jullie rivaal op pad met een nieuwe gadget. Ik ga even lekker steppen. Oh my god, ik wist helemaal niet dat zij een open brug hadden. Daarom had ik hier gewoon alle tijd. Oh wow. Want ze zaten daarvoor nog 1 kilometer achter mij. Nu begrijp ik het pas. Ja, ik weet het zeker. Ik wil gewoon ook lol hebben. En ik vind elektrisch steppen vind ik wel leuk. Hoppa. Dit is toch een stunt, dames en heren. Hallo. Ik voel me heerlijk. Lekker hoor dit. 3, 2, 1. Ze weten nu dat ik hier ben. Hij gaat weer terug, rechtdoor. Stampen. Kijk maar een vrolijk gezicht ook weer op die telefoon daarboven. Oh, ik was zo vrolijk tijdens die fotoshoot. Want ze hadden dus een speciale fotoshoot sessie voordat ik dat bordje ging vasthouden. En gewoon, ja, dat ze voor meerdere dingen mijn foto's konden gebruiken. En ik vroeg ook nog van, hey, is het oké dat ik gewoon bij alles ga lachen? Want ik wil gewoon vrolijk, ik wil gewoon... Hey, ik ga ontsnappen. Hey. En dat vonden ze prima. Dus ik was heel erg blij dat ze gewoon lekker... dat ik lekker mezelf kon blijven. En dat zie je ook terug. Dat vind ik echt tof. Ik baalde wel van dat ik mijn pet kwijtraakte. Gewoon toen ik in het water sprong... Toen had ik hem afgedaan uiteraard. Maar toen ik eenmaal ging ontsnappen naar die waterscooter... had ik geen tijd meer om mijn pet mee te nemen. Dus de rest van de aflevering is mijn haar helemaal messed up. Maar goed, ja, daar moeten we het maar mee doen. Want welke kant gaat hij op? Maar hij is nog praktisch in Zeewolde houden. Hier zouden we hem kunnen kruisen. Ja, we zouden hem kunnen kruisen. Hier, van aan deze kant bedoel je? Ja. Onze boef is toch bang te veel aandacht te trekken op zijn nieuwe speeltje. En besluit weer veilig achterin te duiken bij een van zijn helpers. Weet je wat ik in gedachten had, namelijk, dames en heren, om te eindigen in Assen? Daar is het hele YouTube-avontuur voor mij ook begonnen. En ga ik gewoon liften. Oké, 3, 2, 1. Oké, de timer is afgegaan, dus ze weten dat wij nu hier zijn. Ja. Oh. Teamstuk is 9 kilometer van mij verwijderd. Niet heel ver hoor. Niet heel ver. Hij zit in Lelystad. Airport. Airport. Ja, nee, joh, dat is wel gek. Weet je wat ook goud zou zijn? Er is hier ook een vliegveld. Laten we daarheen gaan. We gaan bellen. Als we geen vliegtuig geregeld krijgen of helikopter, dan gaan we gewoon doen alsof we dat wel hebben. En dan zorgen dat het pingetje daar gaat. Ja. En als we dit hebben geregeld, rijden we gewoon weer deze kant op. Gek. Ja? Top. Zien jullie trouwens wel dat ik stapte in een Porsche, een witte Porsche Panamera. Alleen dat is het mooie, Shahid heeft een Porsche Panamera, een witte. Maar Ilko, zijn compagnon, die heeft dat ook. Dus twee exact dezelfde auto's. Dus ik had ook als plannetje dat als ze mij zouden tegenkomen, dan zouden ze nog moeten uitvogelen welke van de twee ik zou zitten. En als we dan achtervolgd zouden worden, dan kon ik altijd ervoor kiezen om... de ene kant op te gaan met de ene Porsche, de andere kant met de andere Porsche. En dan moeten ze een keuze maken, welke auto gaan we achtervolgen? Kijk maar wat er gebeurde. Ja, hij zit, fuck, hij zit wel bij een luchthaven. Shit, zooi. Jelle met Giel, Stuk TV. Hoe snel kun jij een helikopter vanaf in Lelystad de grond af krijgen? Een half uurtje, ja, dat is te laat. Oké, nou, dan weet je, we rijden gewoon naar Lelystad, want daar zijn we nu en dan checken we het even. Rechtdoor, maar hier is de airport. Ja, hier is de airport, alleen de locatie is door. Is hij dan niet onderweg naar de airport? Kan, maar ik wil het gewoon zeker voor het onzekere hebben. Team Stuk denkt dat Enzo de lucht ingaat en navigeert naar het vliegveld in de hoop hem te onderscheppen. Ondertussen zetten voortvluchtige YouTubers een fame en charmes in om een vlucht te fixen. Welkom bij Lelystad Airport. Goedemiddag, met Enzo Knol. Ik heb een vraagje. Kent u Enzo Knol? Wie? Enzo Knol, YouTuber? Nee. Awkward, hè? Dat is ongemakkelijk. Altijd word ik herkend. Iedereen die aan de telefoon spreekt. Freaking, oh, ben je de echte Enzo Knol? Ja, en dan bel je een keer en dan zeg je, ik ben de echte. En dan weten ze niet wie je bent. Ah, shit. Precies op dit moment natuurlijk ook. Ik vroeg me af of u op korte termijn wilde samenwerken. Dat als ik nu naar Lelystad Airport kom, of ik snel mee kan met iemand van... Vliegtuig? Ja. Nee.
Ah, oké. Okay. Is goed. Dank u wel. Oké, dag. Doeg. AI, knolpower is minder krachtig dan verwacht. Toch zet Enzo zijn route voort richting de luchthaven. Giel neemt in de bus het roer over. De twee andere boys scannen de route op passend vervoer waar onze boef zich schuil zou kunnen houden. A6. Waar dan? Hij zit fucking dichtbij, hè? Nee, daar zit hij. Volgende kruispunt. Kijk, hier gaat een hele snelle auto. Oh, dit is hem! Oh, dit is hem! Ja, oh, dit is hem! 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 Oh ja, daar waren ze! Holy shit! Holy shit! Daar waren ze! Ja, maar waar gaat hij nu naartoe? Gaat hij naar de... Hij gaat rechtdoor natuurlijk. Hij rent aan een hele jongen. Oh, fuck. Oh, kijk dan, als je deze kan pakken, gaf. Ja, echt hè. Je merkte misschien daar aan mijn reactie dat ik toen zei, ja echt hè. Ik was een beetje in de war. Ik had zoiets van, oh my god, ik ben zojuist gezien door Stuk TV. En dan moet ik nu, terwijl zij kunnen omkeren, moet ik uitstappen. En zij zitten me echt op de hielen. En ik moet nog vervoer regelen, want ik had nog helemaal niks geregeld, want ze kenden me niet. Dus ik was echt eventjes in de war en ik had zoiets van, oh nee, dit loopt dood. Dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. En let op wat er nu gebeurt. Oh, daar staat hij, Hoe is het omgaan? Stap in. Bij wie? Bij je BVB? Achteruit. Hij gaat rennen. Pak die shit! Hij gaat de auto in! Deuren dicht, je moet deuren dicht doen. Oh, pas op! Hij zit in deze! Hij gaat helemaal loco. Holy shit. Oh. Ze wisten het al, hè? Ja, hier rechts. Ja, daar zijn ze. Hier gaat hij, gaat erachteraan. Dit gaan wij nooit bijhouden, nee, jongens. Zo, die gaan hard, hè? Dit was zo dichtbij. Stuk TV, Ik onderschat ze. Ze zijn echt scherp. Fuck! Komt hij hier naartoe? Ja, laat ons verstoppen. Hij komt hier. Waar moet ik dan naartoe? Ik keer hem hier achter, ja? Ja, dat is goed. De jongens kunnen Enzo niet bijhouden. Ze gingen zich verstoppen, serieus? Oh, dat wist ik helemaal niet. Maar ik had heel veel geluk, want niet alleen Shahid en Ilko die waren me aan het helpen, maar Floris die kwam er ook bij. En Floris die had dus een Porsche... Cayenne is dat, geloof ik. Maar die was echt snel ook. Dus ik dacht, toen Floris zich bij mij ging aansluiten bij de twee witte Porsches, dat ik altijd nog een plan B zou hebben. En in dit geval moest ik helaas al meteen mijn plan B inzetten. Ah, dat had ik niet verwacht. En ik was gewoon betrapt. Ik had gewoon niet verwacht dat ze zo snel zo dicht bij mij zouden zijn. Dus stellen ze zich verdekt op en besluiten ze te wachten op de volgende GPS-locatie. Maar reis serieus maar richting Assen. Ja, we gaan freestylen. Richting Almere gaan we. Richting Almere. Ja. Want is hij daar al verder of dat nog niet? Nee, zijn piepje was net hier, man. Tot nu toe, alle gokjes die we vandaag gemaakt hebben, waren op zich wel goede gokjes. Ja, ik leg al mijn vertrouwen in jouw handen. Nee, dan gaan we links hier Almere Amsterdam. Team Stuk wacht het erop. Onze boef is genoodzaakt een overstap te maken naar een volgend voertuig. Om de 20 minuten die hij in deze wagen mag doorbrengen, komen ten einde. Ik ga dan nu overstappen bij jou. Want ik mag nog 10 minuten bij Shahid in de auto. Dan is het klaar, hè? En dan is het klaar. Dan ga ik gewoon freestylen. Want ik moet proberen een zo goedkoop mogelijke auto te vinden. Want ze denken alleen maar dat ik nu in dure auto's rondrijd. Dat is ook zo. Team Stuk krijgt weer een nieuwe locatie door. Kijk, dat was dus een beetje... Je gaat nadenken van hoe kan ik ze misleiden? Dus ik dacht van een Lamborghini, een Urus, een lage Lamborghini, een snelle Porsche, een lage Porsche, Panamera, een Porsche Cayenne. Dus ik dacht, wat nou als ik gewoon probeer om te vluchten in een auto die gewoon super langzaam gaat. Gewoon lekker rustig, gewoon een oude vrouw, oude man, iets opa en oma en dan gewoon iets wat ze niet verwachten. Maar ja, dan moet je natuurlijk net maar zo iemand tegenkomen. Dat is ontzettend moeilijk. Maar ik had de 10 minuten nog bij Shahid in de auto, dus die zet ik hierin. En tot nu toe heb ik heel erg veel gebruik kunnen maken van de connecties van Shahid. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, ja weet je, als ik alleen maar op Shahid zijn middelen ga, dan vind ik het niet leuk. Dus ik wilde gaan freestylen, ik wilde gewoon improviseren en gewoon uit het niets dingen ter plekke regelen. En dat is wat er nu gaat gebeuren. Alles vanaf nu is gewoon helemaal een freestyle en alles, nou let maar op, Dit wordt echt heel vet. En komen erachter dat hun gok toch minder goed geplaatst was dan gedacht. De locatie, jongens. 25 minuten, huts. Nee, 25 minuten. Jezus, joh. Fuck, ja. Hij is gewoon de andere kant gereden. Wij kunnen niet keren. Het zit niet mee voor de achtervolgers. Maar ook het geluk van hun rivaal kent zijn grenzen. Nee, is de brug dicht? Oh my god, de brug is dicht. Oh, fuck! Ja. Ik moet helemaal naar voren rennen. Oké, we gaan hier eruit. Kan ik een klein stukje meerijden? Ze zitten achter hem aan. Ik moet ontsnappen. Ja, top. Hey, Shahid, thanks, maat.
Ja, kan je ons een klein stukje verder brengen? Waar moet je heen dan? Nou, ik moet gewoon proberen zo ver mogelijk weg te komen. Okay. Maar ja, de brug staat open, dus ik ben zo dankbaar dat we bij jou in kunnen stappen. De jongens zijn ten einde raad. Maar dit is dus gewoon karma, hè? Ik bedoel, StukTV heeft een open brug gehad, maar ik ook. En ik kan jullie vertellen dat op dit moment, toen ik in de vrachtwagen stapte, en daarom ging ik ook zo gehaast in, ik dacht dat ze gewoon achter mij zaten, ergens in het verkeer. Ik wist niet dat ik 25 minuten voorsprong had en dat ze ook nog eens moesten keren. Als ik dat had geweten, had ik gewoon tranquilo gedaan. Maar ik moest gewoon echt als een gek gewoon in die vrachtwagen en gewoon verstoppen. Zijn ten einde raad en kunnen het plan van Enzo maar moeilijk ontrafelen. Hij gaat gewoon naar Friesland. Hij wil naar Assen. Hij gaat nu gewoon een simpele tactiek. Gewoon tankshot. Weet het enige wat wij niet moeten kunnen doen is alleen maar plankgas. Oh, het laatste uur gaat in en team Stuk probeert het gat te dichten. Knap. Vanaf nu wordt de GPS-locatie van de voortvluchtige iedere 5 minuten verstuurd. De finale is begonnen. En Enzo krijgt nog eenmaal door wat de afstand is tot zijn achtervolgers. 23 kilometer. Dat is top. Yes! Dat is ver. Ja, dat was laatste uur. Laatste uur is ingegaan. Afstand? 23 kilometer. Zijn we verwijderd. Kan nog, hè? We krijgen 150 locaties. Toon, jij bent scherp op de locaties. Kom op! Oké. Okay. Hoi, hoi. Oké, we konden niet afgezet worden bij het tankstation, dus daar lopen we nu heen. Het probleem hier was dus, die vrachtwagen was te groot. Maar echt zoveel te groot, dat die vrachtwagen niet bij elk tankstation kon stoppen om mij af te zetten. Omdat hij bijvoorbeeld niet kon keren, hij kon de bocht niet maken. Dus werden we gewoon afgezet op echt zo'n vervelende locatie, waar we eigenlijk niks konden, dan behalve een lift proberen te fixen. Dus ze zwaaien gewoon terug. We moeten naar het tankstation. Hey, een nieuwe locatie. Nieuwe locatie. Hij is nog steeds een Emmeloid. Wat is hij aan het doen? Oh, het kan nog. Ja, dat zei ik toch? Het tij is gekeerd. Mag wat vragen? Mag wat vragen? Mag wat vragen? Wat was ik daar aan het doen? Mag wat vragen? Mag wat vragen? Ja, je probeert mensen duidelijk te maken dat je iets wil vragen, maar oh, dat zag er zo dom uit. Dat wil ik nog één keer zien. Dat zei ik toch? Het tij is gekeerd! Mag wat vragen? Mag wat vragen? Zo dom. Hij staat er nog steeds! Hij staat er nog steeds! Ja! Kom, hij krijgt een lift daar, gek! Mag wat vragen? Kunnen jullie me alsjeblieft ergens een stukje heen brengen? Ja, tuurlijk. Ja? Kijk eens even. Ja, dit is top. Laatste uurtje. Ik zeg wel, dit is top, maar dit was echt de meest vervelende lift. Want we zaten serieus achter in een busje. Dit raampje waar de bestuurder zat en zijn passagier, dat was het enige raampje. Verder geen lucht of zo of iets. Het was gewoon echt een donker busje en we zaten achterin. Je had er geen stoelen. Het was gewoon een laadplek voor gewoon materiaal. Dit was helemaal niet top eigenlijk. Dit was gewoon slecht. Oeh, ik voel me zo gespannen. Ik moet straks nog mijn dingetje inzetten. Dat ze niet weten waar ik ben. Als boef krijg je één wapen mee. Die kan worden geactiveerd wanneer nodig. De offline button. Enzo zet de offline button nu in. Dit betekent dat Team Stuk voor 10 minuten geen gebruik kan maken van hun apparatuur, navigatie en communicatiemiddelen. Ik ga hem nu inzetten omdat we zijn op een vervelende locatie. Dit moeten we niet hebben. Oké, offline. Ik kan jullie vertellen dat de plek waar ik dus die offline inzette, was strategisch. Omdat de plek waar ik uitstapte, was serieus nog geen 2 kilometer van de plek waar ik om de lift vroeg. Zij waren namelijk aan het werk, die mensen. En ze zeiden van, ja, we kunnen je wel meenemen. Ze hebben alleen laten zien dat hij zei, ja, tuurlijk. Maar hij zei er ook nog bij van, ja, ik kan je wel meenemen, maar alleen naar een klein stukje verderop, want daar zit ons bedrijf en we moeten aan het werk. En toen dacht ik van, ja, ik moet hier gewoon weg, ook al is het 1 of 2 kilometer, laten we het maar gewoon doen. Dus ik was er eigenlijk niet veel mee opgeschoten. Dus toen dacht ik, ik moet die offline button inzetten, want nu gaat het helemaal mis. Voor Team Stuk is dit een vrij duidelijk signaal. Oh, we zijn offline! Hoezo zijn we offline? Zijn wij offline? De laatste locatie was 12 minuten, toch? Hij is in paniek. Hij is in paniek. Hoe kan dat nou? Hij is dus in paniek. Hij heeft problemen. Dus hij kreeg geen lift, ouwe. Dat zei ik al. Hij zit hem te stressen. Holy fuck, ouwe. Dit wordt kut. Hij is echt in paniek. Nog 52 minuten op de klok. Dat betekent 10 minuten offline. Dan is er daarna nog 40 minuten spelen. Dat is 2 liften. Hallo mevrouw. Vindt u het goed als we een klein stukje met u meerijden, zodat u ons kunt helpen naar een volgende plek af te zetten? Een lieve, lieve dame. Echt een geweldige schat. En kijk er nou staan. Ze kwam net uit het gebouw lopen. Perfecte timing. En ik had zoiets van,
die gaat ons nooit meenemen. Die denkt, wat zijn dit voor achterlijke mensen? Waarom heb je een oranje pak aan? Ik dacht, die vrouw die kent geen YouTube, die kent geen Stuk TV, die kent geen Enzo Knol. Dit is, ja, maar ja, ik ga het toch maar proberen. Ah, perfect mevrouw. Kunt u misschien ons ongeveer 20 minuten verderop bij een tankstation afzetten? Is goed. Ja? Ze vond het gewoon goed. Ze vond het geen probleem. Ze vond het leuk. We hebben echt een geweldig gesprek gehad met haar in de auto. En uiteindelijk wist ze gewoon wie ik was. Ze zei, ja hoor, dat heb ik wel eens gehoord van mijn kleinkinderen. En toen dacht ik, oh yes, nice, dit is zo chill. Perfect. Dan ga ik een beetje hier zo liggen, zodat ze mij niet kunnen zien. Knolpower! Yes, want dat is team Knolpower. Knolpower! Oké, de volgende afslag. En ik zeg even wachten tot we online zijn. Ik ga niet volle bak weer de verkeerde kant op rijden. En ik weet ook niet of we kunnen draaien. Ik weet namelijk niks, want we zijn offline. Ah! Net op het moment dat we terug aan het komen zijn. Ja man, we gingen op serious best wel weer lekker. Ja, weet je, als je nu een verkeerde gok maakt, dan ben je klaar. Dank u wel. We moeten meteen weer iets anders regelen. Ik denk dat we misschien hier in kunnen het beste. Zijn we online? Oké, check die locatie. Check die locatie. Zitten we nog in de buurt? Mark en Esse. Ja, dat is deze kant op. Ja, dat is deze kant op. 5 minuten. Lekker. We gaan hem pakken. Oh, fuck, ouwe. 5 minuten rijden. Zo, ze zijn blij. Oh, we lopen in. Oh my god, ze waren zo blij. Hi. Mag ik misschien een stukje met je meerijden? Ja. Ja, kan dat? Ja. Oh, echt super dat we mee mogen rijden. Geen probleem, waar wil je heen dan? Even kijken. Is de snelweg dicht in de buurt? Ik weet niet of we 20 minuten gaan rijden, man. Dan zet ik je straks al bij een tankstation af. Ja, perfect. Bij Emmeloord. Nieuwe locatie. Nieuwe locatie. Ja, rechtdoor. Ik had echt super veel geluk, want die jonge dame die kwam net van haar werk en die wilde naar haar vriend gaan. En dat was echt maar 2 minuten rijden. En toen zei ik van, ja, maar kan je ons dan meenemen naar snelweg? Toen zei ze, ja, snelweg, ik weet niet of ik dat ga redden, omdat, ja, je mag maar 20 minuten in deze auto. En om naar de snelweg te komen, dat wordt lastig. Maar ze zei wel dat het niet boeide, dat ze niet naar haar vriend hoefde en dat ze me graag wilde helpen. Dus als je dit ziet, heel erg bedankt voor je hulp, want dat kwam op het juiste moment. Hij is aan het liften daar, bro. Oh, wauw. Zo spannend dit. Ik had niet verwacht dat we zo ver zouden komen. Oh, hij is vlak bij die rotonde. 1 minuut. Nee. Gas, Giel. Ja, gas. Geef gas. Oh, 1 minuut rijden. Ik zie, achter dit gebouw zag ik een autootje staan. Misschien kunnen we aan hem vragen. Hallo. Kunt u me misschien ergens een stukje verder opbrengen? Met de auto. Ja? Oh, perfect. Daar help je me zo erg mee. Ik heb bijna gewonnen namelijk. Ja, hier werd het een beetje duidelijk. Hier dacht ik in één keer van, oh my god. Ik heb gewoon kans om te winnen. Ik heb serieus gewoon kans om te winnen. En dat begon ik me hier te beseffen. Want ik had serieus gewoon niet verwacht dat ik zo ver al in jachtseizoen zou komen. Oh, dit is top. En we hebben een nieuwe locatie. En Lord. Hij staat bij een tankstation. Hij is aan het liften. Wakker nu. 4 minuten rijden. Moet dat nu heen. Dit is onze laatste kans, gek. Nu moet het gebeuren, jongens. Echt waar. Anders gebeurt het niet meer. Echt? Ja, dat kan niet meer. Kut! Hij kan ons weer kruisen. We gaan eens voorbij rijden, ja. Oh, dit is al de 4e keer dat we ze hebben gezien. Fuck. Let op deze auto's. Oh, let op deze auto's, jongens. Als we een weg hebben waar je niet kan inhalen, dan kunnen ze ook niet dichterbij komen. Dat is een goede strategie, denk ik. Gaan we er hieruit. Heel erg bedankt, meneer. Boom. Ze kwamen gewoon langs me rijden en ze zagen me niet. En dat was gewoon simpelweg achterin zitten, lekker liggen, op je zij, op het achterbankje. En gewoon dat oranje pak verstoppen, want dat valt zo erg op. Dus daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Ik kan nergens heen. We moeten echt hopen op... Heel erg bedankt, meneer. Ik kan nergens heen. We moeten echt hopen op een auto. Hallo? Mag ik bij jullie in? Ja. Ja. Kan dat? Oh, perfect. Zie je dat? Komt de auto deze kant op. Oh ja, daar zijn ze. Bukken. Ja, daar zat hij in. Nee, je nerd. Daar zat hij in. Hij zat erin. Ja, hij zit erin. Ja, hij zit erin. Oh, hij zit erin. Dit is voor jou. Kijk hoe blij ze zijn. Maar kijk ook eventjes hier in de hoek. Wat voor tijd het is. 3 uur, 59 minuten en 29 seconden. Stuk 2. Ik zal maar gaan opschieten als ik jullie was. Ja, ze draaien om. Heb je de deuren dicht? Deuren op slot is prima. Ah jongens, laten we nu die afstand zo beperken. Oh, dit is vernederend. Dit is gewoon vernederend. Maar ik zie hem. Oh, hij ging gewoon langs. Zeg, Hou je vast. Dit is perfect. Dit is echt perfect. Volgens mij ben ik bijna klaar. Oh, het is nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5! Kut! Hij rijdt daar!
dit is het. Ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen dankzij jullie. Ik heb gewonnen dankzij jullie. Jullie zijn schatjes. Jullie zijn schatjes. Yes. Kijk dan, jongens. Kijk dan. Dames en heren. Kijk mijn uitstap. Ik ben zo blij. Oh my god. Serieus op deze manier winnen van Stuk TV. Ik bedoel, inderdaad, het heeft 5 jaar geduurd voordat ik een keer ja zei. Want elk jaar weer hebben ze gevraagd, Enzo, wil je meedoen in jachtschoenen? Enzo, wil je meedoen? En elk jaar had ik zoiets van, nee, ik voel het niet, ik weet het niet. Ooit nog wel, maar niet nu. Jarenlang achter elkaar nee gezegd. Nu dacht ik, ben er klaar voor. Boom! Yes! Oh! Als ik dit nu zo weer terugzie, ben ik weer zo blij. Ik heb gewoon gewonnen van Stuk TV. Oh! Yes! Boom, tjikka, boom, tjikka, boom! Kijk hoe dichtbij, dit is zo erg. Ik was zo blij. Dit is zo erg. Wat is het? 10 meter. Oh my god, dit is niet normaal. Oh, wat is dit jammer! Wat is dit lekker! Ah, gefeliciteerd! In de polder! We feesten in de fucking polder! Oei, oei, oei! Ik kan het niet aanzien. Ik had het niet verwacht, dames en heren. We moeten toch een hoop goed gaan maken al dit seizoen. Dat was toch dat ene gokje, denk ik. Ja. Zo de flikker uit. Dat is eigen doelpunt. Het is gewoon een punt voor Team Knolpower. En zo, applausje. Ik vind het sowieso fantastisch dat je meedeed met het jachtseizoen. Echt top. Ja, de strijd tussen Enzo Knol en Stuk TV, ja. Waar gaat het eindigen? Eindigt dat hier? Of gaat dat nog jaren door? Geen idee. De zet is aan hun. Het is Enzo Knol gelukt om 4 uur lang uit handen te blijven van Giel, Thomas en Stefan. Tijdens het eindsignaal was zijn afstand tot teamstuk een zenuwslopende 20 meter. En omdat hij dit seizoen het spits heeft afgebeten, staat hij met Knolpower en al bovenaan de jachtseizoenranglijst. Boom! Bovenaan de ranglijst met 0,02 kilometer. Oké, laten we eerlijk zijn. Het is al duidelijk. Als iemand in dit seizoen van Stuk TV, van jachtseizoen, gaat ontsnappen... Dan, en het volhoudt, die 4 uur, dan sta ik niet meer eerste. Het gaat mij helemaal niet om die eerste plek. Het gaat mij erom dat ik ben ontsnapt. Dat ik aan de linkerkant sta van dit scherm. En niet aan de rechterkant bij gepakt. Dus daar ben ik blij mee. Daar heb ik het voor gedaan. En oh my god, wat voelt dit lekker. Dit was hem dan, dames en heren. De allereerste aflevering van Jachtseizoen van Stuk TV. Shoutout naar Thomas, Giel en Stefan. En ook niet te vergeten een hele grote shoutout naar Jaap. Jaap is de cameraman die je af en toe voorbij hebt zien komen in deze aflevering. En Jaap was echt een legend. Het was zo'n chille guy. En die 4 uur dat ik aan het ontsnappen was, heb ik ook gewoon met hem kunnen chillen en gewoon gezellig kunnen praten. En hij deed gewoon lekker mee. Als ik ging rennen, ging hij ook rennen. Ik bedoel, besef je dat 4 uur lang ontsnappen, dat er ook 4 uur lang een cameraman mee moet ontsnappen. En dat zijn dingen die sommige mensen vergeten. Dus daarom wil ik echt wel even credits geven ook naar Jaap. Want Jaap heeft zeker weten ook een rol gespeeld in deze prachtige aflevering. Shoutout naar Stuk 2. En als allerlaatste shoutout naar jullie kijkers. Dankjewel. Mochten jullie nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat dan even hier beneden. Dat zou ik heel erg tof vinden. Ik check jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette peace!